iedereen heel hartelijk welkom bij deze kennismaking in het kader van het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen. Het betreft een langdurige samenwerking tussen de STOA en Rijkswaterstaat. Die is al gestart in 2004 als spin-off ooit van het zogenaamde droogteonderzoek Veenkade. Ik was destijds de projectleider van dat droogteonderzoek, dus ik vind het ook leuk om te constateren dat PIW na 17 jaar weer aandacht besteedt aan het droogte. Maar tegelijkertijd is dat ook heel ernstig in zekere zin. Het staat enerzijds symbool voor de complexiteit van het onderwerp, maar het toont ook de relevantie van droogte en het feit dat het steeds vaker tijdens onze zomers extreem droog is. Dit is de derde en laatste kennismiddag in een serie. In de eerste kennisdag in april alweer heeft André van Hoven van Deltares verteld over hoe erosie als mechanisme is beschreven in het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium. En dat in relatie tot de graskwaliteit. En in de tweede kennisdag, in juni, heeft Cyril Liebrand van Eureco ons met een aantal hele mooie beelden enthousiast gemaakt over bloemrijke vegetaties op dijken. Hij heeft daarin ingegaan op de ecologische noodzaak van bloemrijke vegetaties, maar ook het nut daarvan uit oogpunt van extreme weersomstandigheden. Nou, een denkbaar kenmerk van zo'n extreme weersomstandigheid is droogte. En in deze kennismiddag gaan we nader in op langdurige droogte. In 2003 hebben Wilders en Terbregge ons al getoond dat droogte een maatgevende belastingssituatie kan zijn voor stabiliteit van een aantal specifieke veenkaden. Maar meer recent, de zomers van 2018 en 2020, hebben aangetoond of ons in ieder geval weer herinnerd wat voor impact droogte op de grasbekleding kan hebben. Daar zullen we het met name over hebben deze middag. Nou, in het programma zijn een drietal presentaties. Bart Strijker zal ons op basis van onderzoek naar de monitoring van verdroging van karen ingaan op de waterbalans van karen. En je laat daarbij zien hoe de verdroging van een kering zich ontwikkelt en hoe de verdroging de stabiliteit van het kader beïnvloedt. Maurice Evers wijdt ons in de bodem-waterplantrelaties van gras als dijkvegetatie en gaat daarbij in op de gevolgen van klimaatverandering voor de bodemkundige processen in relatie tot de functie van de toplaag voor die grasvegetatie. En tenslotte zal Mark Hulst ingaan op droogte en dat in relatie tot het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium. En die stelt de cruciale vraag of wij bij de beoordeling van keringen in de toekomst rekening moeten gaan houden met droogte. Nou, we denken met deze drie verschillende presentaties een compleet beeld te schetsen over de relatie tussen droogte enerzijds en de veiligheid van keringen anderzijds. Iedere presentatie duurt ongeveer 20 minuten. Er is daarna wat tijd voor wat verduidelijkende vragen. Ik wil ook voorstellen dat jullie die zoveel mogelijk via de chat alvast tijdens de presentaties stellen. We zullen daar dan op letten en dan kunnen wij op basis van wat analyses van die vragen en misschien wat samenvoegen de vragen voorleggen aan de sprekers. Dan nog een paar huishoudelijke mededelingen. Deze kennisdag wordt opgenomen. Laten we nog een keertje terugkijken. Jullie worden alle verondersteld om de microfoons uit te hebben. Bij onze camera's in ieder geval aanstaan en hebben we gevoel bij ons publiek. En wat ik al zei, ook al generiekere vragen graag via de chat. En dan komen we in het laatste half uur dan terug. Het laatste puntje is dat onze landelijke grasregisseur Peter Bonen niet lijfelijk aanwezig kan zijn. En die zal dus niet operationeel meedoen aan de discussie. Dat zal Robin Biemans voor ons invullen. Maar Peter is wel online aanwezig. En die zal wel zeker inhoudelijk zijn bijdrage leveren aan de discussie. Ik zie in de chat af en toe wat voorbij komen, ook over microfoons. Ik hoop dat nu voor iedereen duidelijk is dat de microfoons uit horen te staan. Zodat we nog goed kunnen luisteren naar de spreker zelf. Goed, als die huishoudelijke mededelingen verder duidelijk zijn, dan kunnen we gaan beginnen met de eerste presentatie. Dat is Bart Strijker. Bart werkt al een aantal jaren als onderzoeker aan de TU Delft en doet daar met een aantal waterschappen, Rijkswaterstaat en de STOA, onderzoek naar de monitoring van verdroging van regionale waterkeringen. Maar hij is naast zijn rol als onderzoeker ook werkzaam bij HKV als adviseur waterveiligheid en daar houdt hij zich onder andere bezig met het beoordelen van de veiligheid van dijken. Bart, het woord is aan jou. Ja, dankjewel.